vader verhuist in 1565, hij is dan 26 jaar, naar Utrecht en wordt daar als burger ingeschreven. Bij zijn naam staat vermeld apotheker van Deventer. 3 jaar later, in 1568, begint de 80-jarige oorlog. In deze oorlog kwamen de Nederlanden in opstand tegen de Spaanse koning Philips. De inzet was de onafhankelijkheid van Spanje in religieus, bestuursrechtelijk en fiscaal opzicht. Aanvankelijk trokken de noordelijke en zuidelijke Nederlanden gezamenlijk op. Ze groeiden echter steeds meer uit elkaar, vooral omdat de protestantse reformatie in het noordelijke deel dieper wortel had geschoten dan in het zuidelijke deel. Uiteindelijk leidde dit tot een breuk, waarna de noordelijke Nederlanden een republiek vormden en de zuidelijke Nederlanden onder de Spaanse koning bleven vallen. Wolter trouwt in het jaar dat de oorlog begint met Sophia Gerrits Bos. Zij komt uit Utrecht. Hij zet het beroep van apotheker voort. Hij voert in verschillende documenten de titel van meester, maar er is geen inschrijving aan een universiteit bekend. Wolter koopt in 1573 een hof, een tuin en een sommerhusken gelegen achter Sint Jacob bij het paardenveld. Deze hof heeft hij wellicht nodig als apotheker. Deze bezitting verkoopt hij 3 jaar later weer. Dit is een gezicht uit het noordwesten op het paardenveld te Utrecht, met het schafot en rechts de Peerdeveldse molen. Op de achtergrond links de Jacobikerk en de Bergstraat, met daarachter de torenspits van de Sint-Janskerk en in het midden de torens van de Dom, de Buurkerk en de Mariakerk en de torenspits van de Geertekerk. In 1576 kocht hij een huis aan de Lijnmarkt, Westzijde, van ouds geheten Valkenstein. Hij noemde dit huis de Vergulde Vijzel. In Utrecht aan de Oude Gracht staat een pand dat Valkenstein heet. De Oude Gracht ligt in het verlengde van de Lijnmarkt en het pand staat op een steenworp afstand, 130 meter, van de Lijnmarkt. Dit pand dateert van de tweede kwart van de 14e eeuw. De voorgevel is geheel of gedeeltelijk uit de 19e eeuw. Wie weet is dit hetzelfde pand als wat gekocht en bewoond is door Wolter en zijn gezin in de 16e eeuw. Een apotheker in die tijd verkocht geneeskrachtige kruiden uit binnen- en buitenland en andere pillen en poeders waar een geneeskrachtige werking vanuit geacht werd te gaan. Bij de apotheek werden er ook andere artikelen verkocht, bijvoorbeeld tabak en sterke dranken, met of zonder kruiden. Ook werd er wel snoepgoed verkocht bij de apotheek. Als in 1580 de aartsbisschop van Utrecht, Frederik Schenk, overlijdt, levert meester Wouter Liefdink, apothecaris, 40 welriekende balletgens in het sterfhuis om ze uit te delen onder de vrienden. Het familiewapen van de familie Liefdink in Utrecht is een blauwe achtergrond met 3 gouden adelaars. In 1579 wordt Wolter raad van Utrecht. Dat is interessant, want in 1579 tekent Utrecht met de andere noordelijke Nederlanden de Unie van Utrecht. Dit is het verdrag waarmee de Republiek der Verenigde Nederlanden wordt opgericht. In het verdrag wordt overeengekomen dat men zich gezamenlijk zal inzetten om de Spanjaarden het land uit te jagen. En daarnaast wordt een aantal staatkundige zaken geregeld op het gebied van bijvoorbeeld defensie, belastingen en godsdienst. Zodat het ook wel kan worden gezien als een eerste versie van de latere grondwet. Wolter is de stichter van de Utrechtse tak van de Liefdings. Hij en Sophia krijgen samen 5 kinderen. Het 4e kind, een zoon, wordt Isaac genoemd. Hij wordt geboren in 1580. Wolter overlijdt kort daarna in 1582. Hij wordt begraven in de Buurkerk in Utrecht.
Twee van zijn zusters, Geertruid en Aliet, wonen in Utrecht en hun echtgenoten, beide heten toevallig Jan, worden benoemd als voogden over de kinderen van Wolter. Ze komen gelukkig allemaal goed terecht. De meeste van zijn kinderen en kleinkinderen doen het goed in Utrecht. Sophia hertrouwt in 1585 met een korenkoper en overlijdt veel later in 1614 op 69-jarige leeftijd. Ongeveer vanaf 1600 breekt de Gouden Eeuw aan in Nederland. Een periode van bloei voor de handel, wetenschap en kunsten. De meeste kinderen van Wolter en Sophia hebben hier waarschijnlijk hun voordeel mee gedaan. Hun eerste zoon Gerrit wordt apotheker in Utrecht. Hun tweede zoon zeepzieder. Hun derde zoon wordt bankier en juwelier in Utrecht. Hun dochter Cornelia trouwt met een apotheker. Wolter en Sophia's vierde zoon Isaac is de enige die het financieel minder goed doet. De zoon van Wolter en Sophia, Isaac, groeit op en verhuist naar Arnhem. Hij wordt daar borduurwerker. In 1612 trouwt hij, tijdens het 12-jarig bestand met Spanje, met Maria Antoine Lancel. Zij is Franse schoolmeetresse en komt uit Zierikzee. Hij is 32 en zij is 18 jaar als ze in het huwelijk treden. Maria, haar vader, Antoine Lancel, is ook Franse schoolmeester geweest in Zierikzee en in Den Haag en Arnhem. Maria werd in Zierikzee gedoopt in de Walenkerk, dus de Waalse kerk. De Waalse kerk werd bezocht door gevluchte protestanten uit de Frans sprekende Nederlanden, dat wil zeggen mensen uit de Waalse gebieden. In die tijd vluchtten grote groepen protestantse Walen naar de noordelijke Nederlanden, waar het Calvinisme intussen wortel had geschoten en waar men protestanten opnam die met vervolging door de katholieken werden bedreigd. Het belangrijkste punt van de protestanten in hun strijd tegen de katholieke kerk was dat het geloof volgens hen in de eerste plaats om het geloof moest gaan en niet om geld, macht, pracht en praal. Men vond ook dat het volk zelf direct toegang moest hebben tot God en de Bijbel en niet via tussenkomst van derden. Maria en Isaac krijgen 4 kinderen. De eerste is een zoon, geboren in 1615. Die ze vernoemen naar Isaacs vader Wolter. In 1619 kochten Neeltje Liefdink, de jongere zus van Isaac, en haar man een huis in Arnhem op de hoek van de Turfstraat. Aan de Oude Markt, hetgeen zij diezelfde dag weer overdroegen aan Isaac Liefdink en Marie zijn huisvrouw. Waarschijnlijk is dit de locatie. Er staat nu een ander gebouw, het gebouw De Waag. Tijdens het 12-jarig bestand ontstond er een nieuwe godsdienstige en politieke verdeeldheid binnen de Republiek. Volgelingen van de geestelijke Jacobus Arminius kregen een conflict met de volgelingen van Franciscus Gomarus, de remonstranten tegen de contra-remonstranten. Behalve een godsdienstig meningsverschil, de remonstranten kenden een grotere rol toe aan de vrije wil van de mens, speelde er vooral een politiek conflict. De remonstranten waren meer republikeins dan de contra-remonstranten, die meer zagen in een sterke positie van het Huis van Oranje. Johan van Oldenbarneveld koos partij voor de remonstranten. Doordat Maurits uiteraard koos voor de contra-remonstranten, dreigde er zelfs een burgeroorlog. Tijdens de synode van Utrecht, de vergadering van gereformeerde kerken, werd in 1619 in het voordeel van de contra-remonstranten geoordeeld. Johan van Oldenbarneveld werd uiteindelijk wegens landsverraad ter dood veroordeeld en op 13 mei 1619
op het Binnenhof in Den Haag onthoofd. 2 jaar later leidde de strijd tussen de Nederlandse Republiek en Spanje weer op. Isaac profiteert duidelijk minder van de Gouden Eeuw dan zijn broers en zusters. In het blad De Nederlandse Leeuw van 1938 staat over hem het volgende. Het is Isaac Liefdink als borduurwerker waarschijnlijk niet zeer fortuinlijk gegaan, want blijkens een rekest van 6 februari 1625 aan de Raad van Arnhem vroegen hij en zijn huisvrouw, aangenomen zijnde tot matresse in plaats van wijle joffer Christina van Staverden, om een vrije woning of vergoeding voor huishuur en vrijheid in den burgerwachten. Of hun wensen zijn toegestaan, weet ik niet. Onder het rekest staat echter patiëntie. Isaac overlijdt enige jaren later in Arnhem, rond 1631 op 49-jarige leeftijd. Maria trouwt daarna opnieuw en overlijdt na 1637. Hun zoon Walter is 14 jaar in het jaar dat zijn vader sterft. Met hem gaan we verder. Walter zal de stichter worden van de Groningse Liefdinktak.